Dit is weer een nieuwe aflevering van de Bossenmarkt. En we gaan gezellige gesprekken aan, want we hebben een mooi item en het gaat over vriendschap en liefde. En er gaat iemand trouwen en daar lopen wij even naartoe, want al die meisjes zitten bij elkaar. Dus daar willen we meer van weten, wat ze eigenlijk gaan doen. Vrijgezellenavond, ja, dat doen de mannen ook. En nu doen de meisjes ook. Dus ik ben nieuwsgierig, jullie ook? Het leek zo onschuldig. Het zou weer zo'n avondje zijn. Maar ik was zo ongeduldig. Ik dacht, dit is het goede moment. Want voor een nacht, heel onverwacht, gaf jij heel je lichaam aan mij. Jij bent veel meer dan een one-night stand. Maar zet je hart nu open voor mij. Laat me zien hoe je werkelijk bent. Of ben jij nog steeds. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Hallo. Wat leuk die kroontjes. Ja, schattig. Heel leuk. En zij ziet er helemaal beeldig uit, want zij gaat trouwen. Yes. Wat is jouw naam? Laura. Laura. En het komt toevallig mooi uit. We hebben een item over vriendschap en liefde. Wat betekent dat voor jou? Ja, heel veel. Je glundert ook helemaal. Ja, vind je gek? Ik heb genoeg te horen gekregen net. Hebben jullie een vrijgezellendag? Klopt. Ja. Hoe ziet hij eruit? Ik weet het nog niet. Een verrassing? Ja, klopt. Dan moet jij dadelijk even daar staan, want dat wil ik van de dames weten. Heel goed. Ja. Laatst me praten, vooral zij, in het blond. De blonde kan het goed uitleggen. Die weet het goed uit te leggen. Die gaat het goed uitleggen. En wanneer ga je trouwen? 24 juni. Oh, dat is ook al snel, hè? Heerlijk. Ja. Trouw je met een Bossenaar? Ja, hè? Hij is Bossenaar, hè? Oh, dat weet ze nog niet. Ja, hè? Hij is toch echt Bossenaar? Tim, ja. Ja, hè? Hij is echt een Bossenaar. Ja. Waarom weet je dat niet? Nou, dat moet je wel vertellen. Ja, omdat hij aan de Rosmalen heeft gewoond. Ja. En waar heb je hem leren kennen? Hier in de stad, tijdens stappen in de carousel. Oh, de carousel, leuk. Daar, zo heet mijn programma van de radio. Oh, top. Denk ik meteen aan jou. Goed zo. En wat leuk, die kleding die je aan hebt. Dankjewel. Voor de kijkers, Bride, wat staat er nog meer? Bride to be. Bride to be, oh heerlijk. Nou moet jij, waar is dat blondje? Oh, daar achter. Zit. Oh, nee, daarachter. Zit ze weg? Nee, ik hol er wel achteraan, want ze moet het even, achter die pa. Ja, hol hem achteraan, vind je leuk? Ik hol er even achteraan. Oh, ze, nee, en ik hollen, hollen, hollen. Nou ja, wat erg. Kan iemand het anders? Kan iemand anders het even voor mij uitleggen? Wat erg. Ja, waarom is ze zo? Is ze verlegen? Nee. En wie wilde wel even? Fiona wel. Fiona. Maar zij moet even weg, want ze mag het niet weten. Dat bedoel ik, anders is de verrassing weg. Hoe ziet de dag eruit? Nou, we gaan zo meteen eerst een Sex and the City game spelen. En daarna gaan we lekker tapas eten. En vanavond heeft ze nog een fotoshoot. Oh. Ja, en daarna gaan we lekker stappen. Wat gezellig. Ja. Dus, en hoe gaan jullie de nacht doorbrengen met z'n allen of gewoon naar het eigen huis? Allemaal naar ons eigen huis, als het goed is. Daarom vraag ik dat ook. Ja. Want jullie zijn allemaal vrijgezel. Nee, ik ben ook getrouwd. Oh. Dus... Dus een hele leuke dag. Jazeker. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel plezier. En te gek dat jullie dat allemaal doen. Dat is vriendschap en liefde onder elkaar, ja, hè? Zeker, inderdaad. Is het ook belangrijk voor jou? Ja, heel belangrijk.
Eigenlijk te weinig vriendschap en liefde, hè? Eigenlijk niet. Ik heb genoeg vriendschap en liefde. Ja, maar zo om je heen, wat je allemaal ziet gebeuren. Dat klopt. Nou, dames, heel veel plezier. Jij ook bedankt. Ja. Allemaal veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Ze is helemaal verdwenen. Ze is helemaal verdwenen. Ja. Ik zie haar ook niet meer. Als je zo loopt, dan... Doe je de groet aan Barry? Doe ik. Van Masha. Ja, Barry. De... Doe het zelf anders even. Ja. Vindt die leuk? Kom er maar even bij. Kom er even naartoe met de microfoon. Barry, de knapste man die bij ons zit. Ik heb van de week nog mee aan de IJzeren Man gelegen met z'n tweetjes. Oh, wat leuk. Goed aan, Barry. Dag, schat. Nou, die glundert helemaal natuurlijk. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Nou, zit er nog een avondje uit in met Barry? Nee, want ik heb gewoon een vriend, maar dat is ook zijn vriend. Maar dat weet hij wel. Maar dat is met vriendschap en liefde. Barry en ik zijn dikke vrienden. Maar en zo hoort het ook. Ja, zo hoort het zeker. Dankjewel, hè. Oké, fijne dag. Jij ook. Een hele goede middag. Goedemiddag, mevrouw. Hallo, zeg maar Connie hoor. Oh, Connie. Lekker gezellig op pad. Heel gezellig. En wij hebben een leuk item over vriendschap en liefde. Wat betekent dat voor u? Heel veel. Ja. Heeft u veel vrienden? Niet zoveel. En meneer Bij. Nee, van mij. Ja. En hoe komt dat? U legt geen contacten? Bijna geen contacten, nee. Heel weinig. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, alles kennen, dus ja. Leuke dingen nog gekocht? Nee, niet veel. Heel weinig. En de jongens vinden het gezellig om mee te gaan? Heel gezellig. Ja? Hallo, hoe heet jij? Michael. Michael. Vind je het leuk? Wat betekent vriendschap voor jou? Heb jij veel vrienden? Of een vriendin? Nee, ik heb een broer. Ze zijn gehandicapt. Dank je wel. Ja, jouw broer. En natuurlijk is jij gewoon zijn vriend, hè? Ja. En andersom ook, toch? Ja. Ben je verlegen? Hoeft niet. Ja. Ja, dat is toch leuk even te praten? Ja. Ja? Ga je nog wel leuke dingen kopen? Ja. En jij? Wil jij nog iets kopen vanmiddag? Kijk hem wel eventjes. Ja. Ik wens jullie een hele fijne middag en u ook. Dankjewel. Een hele fijne dag nog zelf. Bedankt, hè. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wat betekent vriendschap voor jullie? Liefde. Alles. Liefde. Is er te weinig liefde eigenlijk? Nee. Alles is goed. Heel goed. Alles is goed. Dus jullie hebben ook veel vrienden? We hebben het fantastisch. Fantastisch. U praat met een leuk dialect. U komt denk ik niet uit Den Bosch. Schotland. Schotland. Oh, wat heerlijk. Ja. Uit Schotland. Zij zijn echt een Bosnaar. Vergehaald de liefde. En ik ben een Bosnaar. Een Bosnaar. En verliefd op hem geworden? Ja. U zat in Schotland op vakantie? Nee. Ja. Nee. Op een taxibus. Wat leuk is dat. Ja, zo kan het allemaal gebeuren natuurlijk, ja. Hè? Ja. En nu zijn jullie lekker op de markt. Ja. We gaan een beetje winkelen, want ze heeft de herseninfarct gehad en die had niet goed de hersens. En mijn benen. Ik had zelf een zaak in de Middenbroederstraat en toen moest mijn been eraf. Oh. En toen moest ik sluiten. Ik had een hele goede zaak. En wat voor zaak had u? Dames. Confectie. Ik ging zelf met mijn man naar Duitsland en naar Parijs. Kijk. Al zijn we allemaal geweest. Om mee te nemen. Ja, natuurlijk. En u bent weer heel goed op de been. U ziet er goed uit. Leuk gekleed. Ja, dank u wel. Ik wens jullie een hele fijne dag. En geniet van de vriendschap. Ja, dank u wel. Fijne dag verder. We hebben het dank heel wel. Goed samen. Moet ook, hè? Ja. Dat is heerlijk. Geniet ervan. Ja. Dank je wel, mevrouw. Oké. Doei. Wat wil u horen, mevrouw? Hij dacht dat het net zoiets als de echoput was. Nee, dat is het niet. Nee, jammer. En wat is het dan? Hij is heel diep. Ja, dat is een put. Maar gewoon heel een waterput. Het is een waterput. Ja, was dat dan het centrale adres waar de mensen water konden halen? Volgens mij wel. Het is helemaal vernieuwd. Oké, en nou... vraag u mij eventjes, klein interviewtje. Ja, leuk. Ja. Is dat voor? Worden we... Nou, we hebben een item vandaag uitgekozen, Remco. Hij zegt, we hebben het over vriendschap en liefde. Oh, nou moet je kijken, over liefde gesproken. Ik ben met onze kleindochters hier. Heerlijk, hè? Ja. Nou, meiden, kom er eens even bij. Ze komen erbij. Ja, natuurlijk. Heerlijk met jullie oma op pad. Ja, zeker. Die mevrouw die heeft een interview over liefde en vriendschap. Ja. Nou, en wat betekent dat voor jullie? Liefde en vriendschap?
Liefde is een basisemotie van het leven, denk ik. Maar ook verdriet. Dus... Heel verstandig, mooi uitgedrukt, hè? Heel verstandig, ja. Kleindochter. En jij, wat betekent het voor jou? Liefde en vriendschap. Liefde en vriendschap, wat betekent dat voor je? Nou, toch wel een van de belangrijkste dingen in het leven. Want zonder kan je toch niet echt goed en gelukkig leven, vind ik zelf. Anders word je zo eenzaam, hè? Ja, inderdaad. Dan is het leven toch een stuk minder leuk. Ja, uiteraard. We kunnen niet zonder. Nee. Nee, wij ook niet. Dat is, dat is... Nee, we kunnen niet zonder. Niemand niet. Nee. Mensen niet, dieren niet. En vul het allemaal op je eigen, naar een goede manier in. Dat is ook een opdracht, hoor. Dat is een hele opdracht. Als iedereen dat wist, dan zag het er allemaal heel anders uit. Zeg het maar voort. Huh? Klopt. En gezellig nu, een dagje naar Den Bosch. Onze dochter, hun moeder dus, moet een examen afleggen. Oh, wat spannend. En wat voor examen? Nou, dat is aan jullie om dat precies te vertellen. Een voetreflexmassage examen. Dus dat heeft nogal wat voet in de aarde, om het zo maar even te zeggen. Dat is een goeie. Dus die is nu lekker aan het examineren en wij zijn lekker aan het shoppen. Ja. We zijn vanmorgen met z'n vieren uit het Westland hierheen komen rijden. Ja, nou. En ze is nu in het Van der Valk Hotel, is druk aan het blokken. Dus moeten wij even onze tijd verdoen hier in de stad. Dat doen we. Spannend. En tot hoe lang duurt het? 4 uur. En dan zijn we weer bij elkaar terug en dan rijden we weer naar Maassluis. En dan zijn we bijna weer thuis. Ja. Hè, meiden? Ja, heerlijk. En Den Bosch, gezellig? Ja, zeker. Mooie stad. Leuke markt. En we moeten nog heel veel zien, denk ik. Maar, ja, want ik zeg, misschien kunnen we nogal varen op de binnendiezen. Maar vanuit de trein wist ik wel waar je dan je moest melden. Maar hier vanuit de auto hebben we nog niks gezien. Nee. Nee, maar dat geeft niet, want het hangt daar niet vanaf. Het is wel mooi. We willen nou nog op een zonnebril uit, hè? Ja, we moeten nog even op een zonnebril uit, want het is ineens wel lekker weer geworden hier. Ja, dat klopt. Ik denk, ik neem hem ook mee, maar jij hebt hem vergeten mee te nemen. Ik was hem vergeten mee te nemen, dus het is nog een leuke missie voor vandaag. Nou, op de markt zijn mooie zonnebrillen. Ja, nou, we gaan even kijken. Hebben we nog niet ontdekt. Dus we gaan gewoon kijken, maar we gaan niet zonder... Ik wens jullie alle drie een hele fijne dag. Ja, dank u wel en bedankt voor het interview. Bedankt. Graag gedaan. Doei. Leuk zo, die verhalen. Ja, die put eigenlijk. Ja, ik weet het ook niet precies hoe die put zit. Jij? Ja. Vertel. Ja, de Connie. Hier is Den Bosch gesticht, zeg maar. Hè. Dit is de originele put, is weer teruggebracht hier in de stad. Maar dit is eigenlijk de put uit, wat is het, volgens mij 1500 of zo. En op deze plek werd water gehaald. En die stond toen al in het centrum en die staat er nog steeds. Dit is dan een nieuwe put, maar hier heeft hij wel altijd gestaan. Ja, dat klopt, want er was toen een oude put. Maar de meesten vonden die oude put mooier. Ik vind dit wel wat hebben, maar ik vond die oude ook mooier. Ja. Ja, en hij is heel diep, want mensen dachten ook eigenlijk... Ja, het is een waterput, maar ze dachten een echoput. Nee, dat is het niet. Nou ja, ik zou zeggen, probeer het eens, Connie. Ga er eens naartoe en roep eens, welleen. Nee, dat probeer ik helemaal niet te zeggen vanmiddag. We zijn hier gezellig aan het filmen en we hebben een item over vriendschap en liefde. Wat betekent dat voor u? In verband met Jeroen Bos of gewoon in het algemeen? Gewoon algemeen. Oh, bijvoorbeeld om morgen samen met mijn gezin een vaartocht te gaan maken. Dat is vriendschap en liefde om dat samen te doen, hè? Ja. Heerlijk. En waar naartoe? We gaan de hemel en hellevaart maken. Die tocht, die Jeroen Bos-tocht over de Binnendiezen. Ja. Ja. En dat is heel interessant en mooi. Ja, we gaan het ervaren. We hebben al, als vrijwilliger hebben we al van alles uitgeprobeerd. Van de wandeling tot de virtual reality show. Ja, wat is er allemaal niet te doen? Dus we hebben al van alles uitgeprobeerd en vonden we ook dat we daar uit moesten proberen. Dus dan heb ik mijn gezin meegenomen en gaan we daar gezellig, hopelijk droog, die tocht maken. Ja. En komt u zelf uit Den Bosch? Ja, ik kom uit de Empel bij Den Bosch, ja. En u? Ik woon in Den Bosch, al heel lang. Ja. En Empel, ja, dat is dichtbij.
Ja, natuurlijk. En je bent vrijwilliger omdat je van de stad houdt. Want anders kun je het niet uitdragen. Dus wij dragen die liefde voor de stad, die dragen wij allemaal uit. Ook uit Empel. Ook liefde voor Empel, maar ook liefde voor de mooie stad. Dat is heel mooi geformuleerd. Prima. Kan die beter verwoorden? Nee. En wat betekent het voor u? Eigenlijk in hetzelfde. Ik zoek het ook in mijn gezin. Ja. Nu niet meer mijn werk en mijn vrijwilligerswerk. Ja, daar vind ik het. En dat is ook mooi. Vooral in de kleinkinderen. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk, ja. Ik krijg binnenkort ook het eerste kleinkind. Oh. Wij. Het is een hele leuke ervaring. Ja. En de liefde die je dan voelt, ja, geweldig. Het is heel spannend. Ik weet nog niet wat het wordt. Oh, nee, maar dat hadden we bij beide. Ik heb er twee. En het was een verrassing wat het werd. Spannend. De laatste was een meisje. Heerlijk, ja, dat wil ik ook, maar ja. Nou, mijn zoon heeft een zoontje gekregen, Hugo. En het is zo heerlijk om van je eigen kind die dingen terug te zien, hè? Ja. Ja, want hij doet bepaalde dingen gewoon hetzelfde als zijn vader. Heerlijk, ja. Dat is de grootste liefde die je kan hebben. Ja, dat is gewoon waar, ja. Het kind van je kind is twee keer je kind. Over een paar weken weet ik het wat het wordt, een jongen of een meisje. Ik ben benieuwd, laat het weten. Ik ook, ja. Maakt helemaal niet uit, hoor. Nee, helemaal niet uit als het maar gezond is. Maar... Ja, dat vind ik ook. Ja, dus dat is echt... Mijn man neemt er extra vrij voor. Dat wil wat zeggen, hè. Ja. Eerder voor hem dan voor mij, hoor. Maar... ja, het ja. Is gewoon onbetaalbaar, zoiets. Ja, nou, dames, ja, ik zit ook op een roze wolk. Ik wens jullie nog een heerlijke middag. Oh ja, het is droog. Gelukkig wel. Ja, ja. Ja, ons werk vandaag zit erop. Maar morgen staan ze weer hier. En vanaf hoe laat staat u hier morgen? Denk morgen ook weer om 11 uur. Ja, ik niet hoor. Weer andere vrijwilligers. Mooi vrijwilligers, hè? Heerlijk. Ja. Je bent ook al jaren. Heel fijn werk. Absoluut. Dankbaar werk. Klopt. Ja. Een fijne dag allebei, dames. Dankjewel. Ja. Zelf okay, ook. Fijn weekend verder. Ja. Bedankt, hè? Ja. Doei! Ik zeg, ik ben een ondeugend ding, ja. Ja, ben ik ook af en toe. Af en toe wel, hè. Ja, dat dacht ik wel. Oh, doe mij niet op de film, hè. Dat maakt toch niks uit? Nee, je moet hem eigenlijk filmen. Want hij zit er liever. De meisje in die rode jurk gaat trouwen, gaan ze een hele leuke dag verzorgen. Oh, dat is zeg maar de vrijgezellendag. Ja, dus okay. Net zoals mannen, vrijgezellenavond. Nou, ik heb geen vrijgezellenavond gehad. Echt niet. Nee? Jij wel, Jacques, toen getrouwde? Dat was toch niet, 50 jaar geleden. Hoe lang ben je getrouwd? Ja, dat weet ik niet meer. Dan moet ik even in dat boekje opzoeken. En hoe lang is Jacques getrouwd? Jacques? 6 maanden was ik getrouwd. 6 maal? En daarna allemaal vlogen ze erin en vlogen ze eruit. Ja. En uitzenden. Doe het maar gerust uitzenden. Dat is toch leuk? Dat is zo flauw. 6 maanden getrouwd is en de rest, de later vlogen ze erin en eruit. Maar net als duiven. Nou, wel. Ik moet netjes blijven. Ja, we moeten netjes, ja. Ja. Maar het komt wel leuk uit met het item wat we hebben over liefde. Over de liefde? En vriendschap. Die heb ik nog steeds. Ik heb een hele grote liefde, die zit nou thuis. Die is al heel lang mijn grote liefde, meer dan 40 jaar. En waarom is ze niet bij je dan? Nee, omdat ik nou alleen even naar de stad mag met mijn vrienden. Hier. Dat is ook leuk. Dat is nog mijn beste vriend, hè. Hoe lang ze... Wij. Wij kennen elkaar al, hoe lang, Jacques? Goh, al heel lang. Ik ken Jacques van gezicht, ja. Ja. Verder is niks, hè?
Ik wou net zeggen, toch niet van iets anders. En, maar, en wat is bij jou? En wat betekent voor jou vriendschap en liefde? Kom er niet meer uit. Vriendschap en liefde, ja. Dat moet een beetje gescheiden houden. Hè. Heb je nu een relatie momenteel? Ja, ja, ja. En hoe lang? 2,5 jaar alweer. Oh, dan houdt het al uit. Ja, ja, ja. Deze duif blijft iets langer, denk ik. Ja? Ja, ik hoop het wel. Ben jij moeilijk of heb je moeilijke vrouwen gehad? Ik ben heel makkelijk, maar ik heb heel moeilijke vrouwen gehad, denk ik. Uitzenden op televisie, of hij is zelf heel moeilijk en hij heeft makkelijke vrouwen gehad. En zelf heel moeilijk, hij. Oh, hij is lastig. Mm. Hoe weet je dat? Ja, omdat ik al een jaar of 30, 40 met hem omga. Ja. Hij is, ja. Hey, is Nol er niet bij vandaag bij jullie? Nol is verhinderd. Oh, die heeft vrije of vakantie? Hij is even verhinderd. Oh, nou doe maar weer hem. Jacques, wat heb jij nog te doen vandaag? Niks. Het is nou weekend, doen we niks. En wat doe je in de week? Werken. En wat voor werk? Schoorsteenveger. Oh, leuk! Ja. Dat is wel een leuk beroep. Krijg je veel koffie ook, hè? Ja. Overal. Alle vrouwen trekken u naar binnen met koffie. En die wil ik graag er ook bij worden. Ik wens jullie een hele fijne middag. Oké, dag. Is toch? Het is ook. Het is alleen jammer, dit is heel mooi. Maar de mat moet er nu gaan zoeken. Want zo loop je kraam voor kraam en nou is het om en om. En voor de verdere straat is het hartstikke gezellig. Ja, en daar kunnen nog wel een paar kramen eigenlijk bij, vind ik, hè? Dat vind ik wel. Ja, het wordt ook warmer, hè? Dat ook. Kijk, zodra het warmer wordt, kun je het ook merken. Of het regent, de kramen zijn er niet. Of het wordt warmer en iedereen gaat op vakantie. Maar het blijft nog steeds gezellig. Het is heerlijk. Ja, en u? Nou, ik vind het ook hartstikke leuk. Alleen ik vind het dat er zoveel open stukken zijn. Ja. En wij zijn eigenlijk altijd gewend geweest dat het helemaal vol staat. En het blijft toch hartstikke gezellig. Een markt heeft een aparte sfeer, vind ik altijd. Dat vind ik wel. Alleen wat ik wel vind van een markt, van ze hebben altijd gezegd, op de markt kun jij toch... Van prijzen betreft ligt het verder onder. Maar ik vind toch dat ook de markt eigenlijk steeds duurder gaat worden. En goed, de sfeer is gezellig en het blijft leuk. De Bossenmarkt is altijd leuk en blijft altijd leuk. En komen jullie uit Den Bosch? Nee. Nou, Vlijmen. Dus dichtbij. Maar ik heb vroeger in Den Bosch gewoond. Ja, Den Bosch blijft toch altijd iets voor je. Ja. En we zijn ook wel eens naar andere plaatsen geweest. Maar Den Bosch blijft altijd wel hangen bij je. He, en dus we komen ook elke week hier op de markt. En we vinden het steeds leuk en we blijven het leuk vinden. En daar houden we het zo bij. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En daar doen we het voor. Daar doen we het voor. We hebben een heel leuk item deze zaterdag. We hebben het over liefde en vriendschap. Wat betekent dat voor jullie? Heel veel. We zijn 31 jaar samen. En we zijn in november 12,5 jaar getrouwd. Kijk. En vriendschap en liefde staat voorop. Ja, wat ik u wel kan vertellen, van het blijkt weer, zoals natuurlijk heel veel mensen, maar ik heb zelf verschrikkelijk veel gebreken. Ik heb altijd in een rouwkamer gewerkt en ik heb zo verschrikkelijk veel gebreken opgelopen, dat ik, ik ben nu thuis en ik mag blij zijn dat ik nog het leven heb. En dan kun je pas merken, wat ben je van elkaar, hè? Je hebt meestal mensen die groeien uit elkaar, want de ene hulp, het is gauw te veel tegenwoordig, hè? Dat merk je wel. Maar je merkt wel, omdat wij dus al 31 jaar samen zijn, merk je wel dat je eigenlijk een beetje niet aan elkaar geplakt zit. Maar toch dat je kunt zien van de momenten wanneer dat je elkaar nodig hebt. Als je dat kunt doen, dan kom je in een huwelijk een heel eind. En zolang dat wij bij elkaar zitten, dat hoor je tegenwoordig niet veel meer. Nee, een eenheid samen. Ja. Dat zijn wij. Je voelt elkaar aan. Wat je leuk vindt, eigenlijk vind je het allebei leuk. Maar ik vind wat mijn vrouw leuk vindt, en net andersom ook. En dat blijft hartstikke leuk. Dat blijft hartstikke leuk. Ik ben zelf 38 jaar getrouwd en dan weet je het allemaal, hè? Ja, zeker te weten. Je leert elkaar kennen, hè? Juist. En wij zeggen ook altijd, je moet elkaar loslaten. Maar als ze voor elkaar nodig zijn, moet je er ook zijn. De ene, het maakt niet uit wie er ziek is of wat de gebreken zijn. Dan kun je pas zien wat je eigenlijk voor elkaar geeft. Juist, en dat hoor je weinig, hè, tegenwoordig. Tegenwoordig zijn ze vandaag getrouwd en volgend jaar weer gescheiden. Nou, mevrouw, ik kan u wel vertellen, ik heb dan heel verschrikkelijk lang in een rouwkamer gewerkt in het ziekenhuis.
En dat is een hoop ellende. Dat is een hoop ellende. En als je dan ziet wat men eigenlijk tegenwoordig... Hè, u moet niet onze categorie pakken, hè, want ik ben zelf 58. Ja. En, maar als je de categorie van nu pakt, van de jongere generatie... dan kun je eigenlijk pas zien wat is een mens waard. Hè. Kijk, een mensenleven is al niks. Want zo loop je rond en zo heb je niks. Maar als je ziet wat men eigenlijk voor elkaar betekent... nou, dan denk ik niet... dat dat nu aan de orde is. Want je ziet gewoon dingen waar je oren van staan te klapperen. En je hebt zwijgplicht, maar je ziet het en je hoort het. En dan denk je van ja, hoezo, hou ervan. Ik denk dat dat een beetje met een omweg is gegaan. En dan merk je ook pas van wat is eigenlijk liefde. Hè? Wat is eigenlijk een relatie. Hè? Dat heel veel mensen pakken dat verkeerd op. Ja, want die denken gewoon van ja goed, we houden van elkaar en dan doen we het maar mee. Maar ik vind een relatie, vind ik, daar komt heel veel bij kijken. Je moet heel veel geven en nemen. Hè, we komen allemaal wel eens in een moeilijk pakket te zitten. Ja. Nou, als je elkaar kunt bijstaan op de momenten dat het moet, dan komen we in het leven heel veel. Dat is heel waard. Ja. Dat is echt heel veel waard. Ja. Ja. En daarom zeggen wij ook altijd, hij ook zit in de WO, profiteert er nog van. Ja. Het leven is heel kort. Dus dat ziekenhuiswerk heb je eigenlijk een psychische klap gemaakt bij u? Het heeft bij mij een hele grote klap gemaakt, want ik kan er niet overheen. Want als ik rouwauto's zie, dan hoef ik maar naar de kentekens te kijken. En ik weet precies waar ze vandaan komen, maar ik kan daar niet overheen. En ik ben er nu, van 2002 ben ik eruit, maar ik kan er nog niet overheen. Want het was een gave van mij, want ik deed meer wat andere mensen deden. En ja, ik kan er zelf niet overheen. Nee, ik kan er zelf niet overheen. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, dat valt wel mee, want het is een gave van je. Dus je moet het niet meenemen, je moet de deur dichtmaken en dan ben je met iets anders bezig. Ja. En zodra je binnenkomt, je mensen zo goed mogelijk helpen. Het kost heel veel energie, maar je krijgt er ook dankbaarheid van. En daar doe je het voor. Uiteraard, maar voor je vrouw is het ook moeilijk dan. Nou, ik ben er eigenlijk helemaal mee. Ja. Eerst in haar leven mee opgegroeid. We hebben twee kinderen, dus de kinderen wisten niet beter. Ja, nee, alleen, nou zit hij thuis en het is gewoon van... Ja, het is nemen en geven. Ja. En af en toe meer geven dan nemen. Want dat is op dit moment gewoon de realiteit. Het ook ligt het 10 jaar gehad. Dus het is... Zijn wereld is omgedraaid. Juist. Zo moeten we dat pakken. En we komen er wel uit. Met elkaar. Dat gaat wel lukken. Dat denk ik ook wel. Jawel. Hebben jullie al kleinkinderen? Nee, die van ons willen niet. Die hebben het allemaal nog veel te goed. We hebben er een van 25 en een van bijna 21. Maar die vindt het wel goed bij ouders. Oh, maar die zijn nog jong zat, toch? Waarom? Ik kan nog lang zat. Ik zeg altijd, ik word een oma. Ja, dat is heel intelligent gezegd. Ja. Hij kan er niet meer van maken. Nee. Maar dat komt ook wel, hoor. Krijgt half voor niks. Uiteraard. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heel veel sterkte. En wat ik wel wou zeggen, ik vind TV73 super. Want we kijken er altijd naar. En nou zie ik Remco een keer in het echt. Want ik heb er altijd op gehoopt dat ik hem een keer tegen zou lopen. En nou, ik zie Remco nou echt en ik vind het een super programma. Knappe jongen, Remco, hè? Zeker. Nou, ik moet wel zeggen... Ja, ik heb dan voor het vrouwelijke geslacht gekozen, maar als ik het over mocht doen, dan zou ik aan Remco denken. Goed, zullen we het daarop houden? Daar wordt er nog alleen nog maar aan gedacht. Daar schiet je ook iets mee op. En dit was hem dan weer, de Bossenmarkt van deze zaterdag. Het was heerlijk. Leuke mensen ontmoet. Lekker weer. Remco, jij wordt ook bedankt. We zitten hier leuk met twee hondjes op het stoeltje. En ik zou zeggen, nou, tot de volgende keer. Zaterdag is Nolde weer. Doei!